iedereen, welkom in een nieuwe video waarin ik het met jullie wil hebben over hoe dat overtuigingen, ik was aan het nadenken hoe dat ik het zou kunnen uitleggen, maar hoe dat overtuigingen en onbewuste ervaringen vanuit vorige maatschappijen, dimensies, ervoor kunnen zorgen dat mensen grotere problemen creëren dan dat er eigenlijk nodig is. En dan heb ik het vooral over het idee dat naarmate dat we evolueren en een andere maatschappij aan het creëren zijn, dat alles gratis zal beschikbaar gesteld worden. Het probleem is dat dit inderdaad een mogelijkheid zou zijn, maar daarvoor is de aarde niet bedoeld. De aarde is een planeet van dualiteit. En dus heb je die dualiteit nodig om te kunnen manifesteren. Dus dat betekent dat er altijd een positieve en een negatieve pool is. En dat wordt samengehouden door een neutrale pool. Dus je hebt altijd die drie elementen nodig om te kunnen manifesteren. Nu, je zegt van ja, als het gratis is, dan is de een die geeft, die ander die ontvangt. Ja, maar door het feit dat je gratis dingen weggeeft, en geloof mij, ik heb het heel vaak geprobeerd, ik heb het heel vaak gedaan. Er zijn nog momenten waarop ik gratis dingen weggeef, maar dat is altijd met een ander doel. En dan zorg je ervoor dat die balans behouden blijft, dat het balans van plus en min behouden blijft, dat de balans van geven en ontvangen er gecreëerd wordt. Want, wat gebeurt er? Wanneer je iets weggeeft, dus wanneer dat je vanuit je mannelijke energie iets geeft, wat gratis is, dus je geeft iets weg, dan creëer je een disbalans in de energie. En het universum houdt niet van disbalans, houdt niet van leegtes, houdt niet van hiaten, van leemtes, van zwarte gaten, wat dan ook. En dus gaat dat het universum dat proberen gaan op te vullen. En dat maakt dus dat wanneer je dingen weggeeft, dat je inderdaad dingen in de plaats gaat krijgen. Het probleem is dat wanneer je gratis dingen gaat gaan weggeven, dat je eigenlijk onbewust een disbalans creëert, want gratis weggeven is nooit gratis. Er is altijd een zekere vorm van energie dat gestuurd wordt van de ene richting naar de andere richting. En als die balans niet in evenwicht is, en dat je dus voor in je eigen energie dan, dus voor je eigen persoon, dan altijd maar weggeeft en weggeeft en weggeeft, omdat je denkt van ja, het komt wel weer op een andere manier terug. En voor een stuk is dat zo. Het komt op een andere manier terug. Maar je geeft tegelijkertijd, zeker als ondernemer, dan het signaal aan het universum van hetgeen wat ik doe is toch niets waard. Dus het is maar gratis. Dus mijn talenten dat ik deel, dat is gratis. Ik doe dat gratis. En daar zitten zoveel onbewuste beperkende overtuigingen onder, dat de meeste ondernemers en de meeste spirituele mensen dat doen vanuit het idee van ja, maar ja, dat is hoe dat het hoort te zijn. En dus eigenlijk ook vanuit een idee van dat geld de reden is dat er zoveel problemen zijn. Dat geld de reden is dat dat ze zitten waar ze zitten. En dat wanneer dat er geen geld zou zijn, het zou opgelost worden. Geloof mij, het probleem gaat niet opgelost zijn omdat er plots geen geld meer is. Integendeel. Want je zit met die dualiteit. Dus dat wil zeggen, als je ergens een bepaalde energie onttrekt en je stuurt er naar een andere kant, dat er altijd een tegengewicht, een tegenreactie gebeurt. Ik ga daar in een andere video nog meer uitleg over geven. Maar dat is eigenlijk de wet van 3, de law of 3. Waarin je altijd die drie elementen hebt.
Het probleem is, wanneer je gratis dingen weggeeft, dan verwaarloos je de negatieve pool. In die zin dat je jezelf verwaarloost. Zeker wanneer het gaat als ondernemer. Want je moet nog altijd hier in de 3D matrix overleven. Er zijn nog een aantal dingen dat je nog niet kan gaan doen. En het is heel goed dat er initiatieven en zo komen. Maar kijk nu maar eens gewoon naar het voorbeeld van Bitcoin. Hoeveel mensen van jullie die naar deze video kijken, hebben Bitcoin? Ik ben er zeker van dat er geen 10% van jullie een Bitcoin gaan hebben. Waarom niet? Omdat ze nog niet voldoende vertrouwen. Voilà. En er zijn zo heel veel dingen waar dat ik een voorbeeld kan geven, maar het gratis weggeven van diensten, het willen altijd van dienst zijn, het altijd willen helpen van een ander, heeft ook een vaste gevolgen voor degene wat het dan heeft. Want op dat moment vraag je niet van de andere persoon om buiten hun comfortzone te stappen en om jouw geld te geven voor zichzelf. Dus je geeft haar de kans niet om in zichzelf te investeren. Je ontneemt hen die mogelijkheid om te groeien, om in zichzelf te investeren. En om het teken te geven aan het universum van ik ben die cursus van 100 euro waard. Ik ben die cursus van 1000 euro waard. Ik ben die cursus van 10.000 euro waard. Dat maakt niet uit. Maar dat is de les dat mensen, wanneer het gaat over geld, te leren hebben. Het is niet voor niets dat geld een meesterles is. En dat niet op iedereen zijn pad komt. Het is niet voor niets dat heel weinig mensen hun leven al vormgeven vanuit energie, maar altijd maar doen. Dus wanneer dat jij je leven wil gaan vormgeven vanuit dat eenheidsbewustzijn en vanuit die hogere energie, dan is dat een van de dingen waar je zeker ook moet voor gaan staan en moet in je achterhoofd houden. Wat dan ook dat je manifesteert, of dat nu in je bedrijf is, of in je privéleven, of in een relatie, of wat dan ook, er zijn altijd drie elementen waar je rekening mee moet houden. En dat kan je niet onderuit. En het effect van wat dat jij beslist en kiest, geeft altijd een effect op de anderen. En niet alleen op degene waar jij nu allemaal kan bedenken, maar op nog zoveel meer mensen en omgevingen en plaatsen en wat dan ook. Nu, het feit, het resultaat van de verkiezingen van afgelopen weekend hier in België, toont waar dat collectieve bewustzijn in België zit. En ik moet zeggen, ik was heel diep ontgoocheld. Nu ja, het probleem met verkiezingen is dat je maar beperkt bent aan de partijen die zich kandidaat stellen en de personen die zich kandidaat stellen. Maar het toont maar dat we nog met een heel klein percentage zijn hier in België en dus ook in de wereld, maar mensen die echt al en die hoger energie zijn en die al in staat zijn om een leven in 3D vorm te geven vanuit die hoger energie. Het is zo, ik ga niet zeggen frustrerend, maar ontgoochelend om te zien dat mensen op het pad beginnen te lopen en echt grote sprongen nemen, serieuze, fantastische keuzes maken en dan plots door een of andere overtuiging, dan is het alsof dat ze van hun pad weer een heleboel trappen naar beneden vallen en gewoon een andere route nemen. En dat is zo jammer. Vooral omdat, ik heb dat al in andere video's gezegd ook, als je ziet wat het potentieel is en als je ziet wat dat de mogelijkheden zijn, en zeker wanneer je dan begint te verzamelen met een aantal mensen die in dat hoger bewustzijn zitten en die het op die andere manier beginnen te doen, dan krijg je ook veel meer mensen tegen jou die dat je triggert, die niet begrijpen waarom dat je de keuzes maakt dat je maakt. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar de angstniveaus, levels van de frequentie dat nu in het collectief speelt, die zijn nog hoger dan toen met de pandemie.
Het is echt, het is ongelooflijk. En het is alsof dat het rond de keel van de mensen begint te grijpen, totdat ze helemaal dichtgeknepen worden en dat ze totaal geen lucht meer krijgen en dus het gevoel hebben dat ze aan het doodgaan zijn. Zo erg is het. Wetende dat het grootste aantal percentage van de bevolking op aarde zodanig gemaakt zijn en ook qua energie, qua natuurlijke qua natuurlijke manier waarop hun energie werkt, dat die ook super gevoelig zijn voor angst, is dat zo logisch dat alles, maar dan ook alle structuren en systemen die nu nog altijd gaande zijn in onze wereld, dat die gebaseerd zijn op angst. Op angst en tekort. En het grootste stuk is dat heel veel mensen dat gewoon niet beseffen en niet zien. Ja, maar dat is hoe dat is. Ja, pensioen sparen is op basis van angst. Verzekeringen is op basis van angst. Onderwijs, politiek. Er wordt gewoon zo hard ingezet op die conditioneringen en om de mensen te overtuigen en blaasjes en waarheden en weet ik wat allemaal wijs te maken vanuit het idee van je moet je beschermen daarvoor. Pas op voor de grote boze wolf. Terwijl dat de grote boze wolf dat degene is die in schaapswacht komt en dat iedereen denkt van oh, dat is onze grote leider, we moeten die allemaal volgen. Guess what? Jullie lopen gewoon allemaal in de val op dat moment. Allee, ik zeg niet per se jullie, hè, maar het collectief. Dus als jij voelt van, inderdaad Lindsay, ik zie wat je zegt en ik ervaar het ook op die manier. Alsjeblieft, laat jou niet doen. Laat geen klem op je auto zijn. Laat geen mondmasker voor jouw mond houden omdat je zou zwijgen. Maar god gewoon. Zet jouw waarheid neer. Deel jouw authentieke energie met anderen. Dat is zo superkrachtig. Het maakt niet uit hoe je video geëdit is of je post vol met schrijffouten staat. Het gaat om het delen van jouw energie. En blijven staan voor de waarheid en de visie dat jij diep van binnen voelt. Ongeacht dat iedereen jou wel gewoon van de weg reden. Om het in de termen van de, waar ik nu zit te hebben. Nu, ik denk dat je wel snapt waar ik naartoe wil. Het idee van gratis dingen weggeven en ervoor zijn en helpen voor elkaar, dat is heel goed. Ik sta er 100% achter. Wat het probleem is, dat de manier waarop dat het nu uitgevoerd wordt door heel veel mensen, dat is vanuit een onbewuste wonde en onbewuste pijnen die ook in het collectief hangen rond geld en rond al de machtsspelletjes die aan het spelen zijn en die nog steeds in het collectief gaan zijn. Dus, advies, werk aan jezelf. Wees eerlijk naar jezelf toe, ga naar binnen. En durf te staan voor wat je te bieden hebt. Durf geld te vragen. Het feit dat mensen het geld willen geven aan jou, heeft niks te maken met jouw dienst of met wie dat je bent, maar wel met hoe dat zij al dan niet vertrouwen en of dat zij het wel dan het resultaat zullen behalen voor die 50, 100, 10.000 euro waar dat ze in jou investeren. Of in zichzelf investeren door jou te betalen. Dat bedoel ik. Dus denk daar eens over na. Op welke manier dat jij anderen leerkansen en momenten ontneemt vanuit het idee van ik ben aan het helpen. Ik kan nog één voorbeeld geven en dat is het moment waarop dat bij mij die shift gemaakt is. Dat is een aantal jaar geleden, in het begin dat ik met mijn coachingpraktijk begonnen was, ik wou ook iedereen helpen en dat is trouwens vanuit een vervormde wonde van de vrouwelijke energie. Altijd iedereen, alles aan iedereen willen helpen en healen. Dat is niet jouw taak. Dus op een bepaald moment was er iemand die coaching van mij wou, online dan ook, omdat ze veel te ver woonde. En we hadden al een paar keer via videocall contact gehad. En dan, toen zat ik nog op Facebook. Toen stuurden we ook Facebook nog berichten. Om uiteindelijk tot de vaststelling te komen dat dat meisje
Dus ik had haar gratis, ik had haar aangeboden om haar gratis te helpen. Ze had heel veel issues en ik zei van ja, kijk, ik voel dat ik jou kan helpen. En als je dat ziet zitten, wil ik wel een aantal sessies gratis doen. Zodat ik vooruit kan, omdat ik ook potentieel ook voelde. En uiteindelijk, wat bleek dan? Dat een aantal dagen later, dat meisje een paard van 8000 euro gekocht had. Maar ze vond de 50 euro dat ik vroeg voor een sessie op dat moment, vond ze veel te veel. Of kon ze niet betalen. Ik had zo zijn, ze had niet veel te veel. Ze kon het niet betalen. Dus dat alleen al, had ik zoiets van, WITV, wat is hier gaande? En vanaf dan heb ik niks gratis meer aangeboden. Want zeker bij healing, zeker als wanneer je werkt met energieën van het spirituele, hetgeen wat je aanbiedt is zoveel groter en zoveel krachtiger dan wat de mensen maar zien in de 3D. Het is gisteren ook maar nog eens gebleken tijdens een sessie met mijn paard, met Oda en een klant. De dingen die verschoven zijn, de dingen die gebeurd zijn. En ik merk het ook dan gewoon aan mijn energie, omdat ik dan ook weer met de sessie zelf, laat ons zeggen, ben ik 3 uur mee bezig geweest, maar dan gisteren heb ik dat ook moeten bekomen. Mijn paard moest ook bekomen. En dan vandaag voelde ik het ook nog in mijn energieveld. En dat is niet dat mijn energie niet goed afgeschermd is of wat dan ook. Dat heeft niks te maken met de lage energie van die persoon bijvoorbeeld. Want ik denk dat heel veel mensen dat zouden denken, zeker niet. Maar wel met alles, dynamieken en dingen die besproken geweest zijn en de transformaties die gebeurd geweest zijn, daar gaat het over. En daar, dan word je bijvoorbeeld betaald voor de 2 uur dat je effectief bezig bent, maar eigenlijk is er zoveel meer gaande. Dus ook daarom, niets is ooit gratis. Dus alsjeblieft, ik weet, ik zit echt op mijn stokpaardje en het frustreert mij enorm. Dat mensen dan nog steeds dat niet zien op welke manier dat ze zichzelf saboteren. En ik heb een aantal van mijn klanten ook gehad en ja, ik kan er, het is ook niet aan mij om daar iets in te zeggen dat ze moeten doen. Het enige dat ik kan doen is ervoor zorgen dat ze de informatie krijgen dat ze nodig hebben en wat dat ze er dan mee doen. Net zoals jullie, wat dat jullie ermee doen, dat is voor jullie natuurlijk. Maar ik wou dat toch nog eens dus in een video meegeven. De mind is zo een ingenieus ding. En het vraagt om constant, elke seconde, superbewust te zijn van wat dat je denkt. Wat dat je neerzet. Wat straal je uit. Dan heb je de law of three. Dan de law of assumption. En de law of resonantie. Als je die drie goed begrijpt. En dan zet je daarboven de law, dus de wet van 1. Dan heb je eigenlijk alle kennis die je moet hebben. Om perfect moeiteloos te kunnen manifesteren. Dus als jij niet moeiteloos manifesteert. En niet onmiddellijk dingen aantrekt. Dan is het teken dat jij ergens in jouw energie, in je mind, jezelf saboteert. En geloof mij. Het gaat super snel. Voilà. Ik zou zeggen, geniet nog van de Mars. Vandaag is Marsdag. Dus dinsdag is altijd Marsdag. En vandaag staat hij ook ten opzichte van Pluto. Pluto is de planeet van transformatie. Let op vandaag. Als je iets zegt aan iemand, mensen of wat dan ook. Of morgen is ook nog de uitloper ervan. Ga niet mee in de agressie of in de frustratie, maar probeer het te gaan bekijken vanuit vogelperspectief en kijk van wat is hier nu gaande en op welke manier ben ik hier nu een pionnetje in het grotere geheel. Voilà, ik wens je alvast heel veel fantastisch, veel succes, plezier, fun, wat dan ook, en alvast tot in de volgende video.